Vrijdagmiddag vond er een steekincident plaats in Kerkrade. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Gelukkig kon de politie snel een verdachte arresteren. Het voorval vond plaats rond 13:25 in een woning gelegen in een appartementencomplex aan de Loerdenstraat. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de ernst van de verwondingen. De politie is meteen begonnen met een grondig onderzoek in de betreffende woning om de aanleiding van deze steekpartij te achterhalen. Bewoners hebben laten weten dat het mogelijk gaat om een ruzie binnen de relationele sfeer, maar dit moet nog officieel bevestigd worden door de autoriteiten.